Wat leuk dat ik namens Eneco het energieweerbericht mag presenteren op een bijzondere locatie hier bij een windpark in het havengebied van Amsterdam. Want hier komen oude en nieuwe energiesystemen samen. En de oude systemen bouwen we langzaam af en ondertussen ontwikkelen we de steeds meer nieuwe, duurzame energiesystemen met gebruik van wind, zon en waterstof. En daarom wordt weer dus ook steeds belangrijker voor onze energievoorziening. Helaas wordt er weinig wind verwacht voor de komende week. En de windmolens leveren dan ook een stuk minder op dan normaal is in deze tijd van het jaar. Kijk maar naar de blauwe staafjes. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is er wel iets meer wind en dus ook meer windenergie. En dat zijn dus goede dagen om de was te doen. En de komende week kunnen we ook weer gaan genieten van de zon. De zonnepanelen zullen dan ook weer meer gaan opleveren. En vooral op dinsdag en woensdag. Op die dagen levert de zon zelfs meer energie op dan de wind. En de verwachte opbrengst is dan gemiddeld voor de maand februari. Maar ondanks de zon wordt het ook weer kouder. Na de zachte, toch wat herfstachtige vorige week, zal het nu 's nachts gaan vriezen. En de gasvraag zal dus ook hoger zijn. En dat zie je aan de oranje staafjes. Vooral op woensdag en donderdag is het echt koud. Kijk dan dus goed hoe je verwarming staat en of er wellicht ruimtes in je huis zijn waar je die verwarming iets lager kunt zetten. Want slim omgaan met energie kan ons allemaal veel voordeel opleveren. En het weer speelt daar natuurlijk een belangrijke rol bij. Je kunt er rekening mee houden, bij jezelf thuis, maar natuurlijk ook op je werk. Zo verduurzamen we samen nog sneller.